Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een van mijn leukste video's. En dat is een video waarin ik allemaal nieuwe make-up ga testen. Van allemaal verschillende merken. Sommige producten zijn goedkoop, sommige zijn duur. Sommige heb ik gekregen in PR en sommige heb ik gewoon zelf gekocht. Dus het is echt een beetje een mixje van alles. Ik heb genoeg voor echt een full face met nieuwe make-up. Ik heb niks van de make-up vandaag al gebruikt behalve de foundation. Want ik vind het altijd fijner om die al een aantal keer te hebben gebruikt. Want dan kan ik altijd beter mijn mening geven dan zo de eerste indruk. Dus de foundation is de enige die ik al heb gebruikt. Voor de rest is echt gewoon alles helemaal nieuw voor mij en ik ben echt super enthousiast erover. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe alles weer gaat werken. Ik hoop gewoon goed. Ik hoop gewoon altijd dat gewoon alles goed gaat zijn. Maar dat is echt helaas bijna nooit. Maar we will see. Dus als je dit soort video's leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Wat vinden we van mijn wenkbrauwen, jongens? Ik ben een beetje gegaan voor fluffy brows vandaag. Ik vind het wel iets hebben. Het heeft wel iets apart, maar ik moet nog een beetje oefenen ermee. Ik heb dit product gebruikt van ABH, de Brow Freeze. Die is nieuw. En die moet dus je wenkbrauwhaartjes echt helemaal zo omhoog doen. En dat heeft hij ook echt gedaan. Maar ik ben er nog een beetje mee aan het oefenen. Dit was de eerste keer dat ik dit product heb gebruikt. Maar ik vind hem best wel fijn eigenlijk. Omdat ik vandaag een heftige ooglook ga maken, ga ik beginnen met mijn ogen. Ik heb een heftig kleurrijk, maar betaalbaar paletje. En dat is dit paletje van Sleek Cosmetics. Toen ik dit paletje zag, ik was echt gelijk verkocht. Hij is te koop bij Douglas. Daar heb ik hem besteld. De Lucid Dreams Eyeshadow Palette. En deze is super heftig. Zoals je ook wel kunt zien aan de verpakking. Zo heftig is de inhoud ook echt. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Gewoon zo'n zwarte sleek verpakking. Alle sleek verpakkingen zijn echt altijd zo gewoon simpel zwart mat. En dit is dan de inhoud van het paletje. Jongens, kijk even al die heftige kleurtjes. Oh mijn god. Alles is mat behalve de onderste rij. De onderste rij zijn allemaal glanzende kleurtjes. En je krijgt er ook een grote spiegel bij. Dat vind ik altijd fijn. De kwaliteit van het paletje is echt goed. De verpakking en zo, het voelt allemaal best wel kwalitatief goed aan. Dus dat is top, ondanks de toch wel lage prijs. Je hebt ook dit zo erin zitten, dit velletje. En er staan allemaal getallen op. En elke kleur is dan een getal. Maar ik pleur dit altijd gewoon weg. Dit ga ik echt niet helemaal bewaren. Ik vind het ook een leuk concept dat alles mat is en de onderste rij glanzende kleurtjes zijn. Dus je kunt hier echt wel volledige heftige looks mee maken. Dit is dus geen alledaagse everyday paletje. Maar ik denk niet dat ik dat nog hoef te vertellen. Het is super heftig. Dus ik hoop gewoon dat de kleuren heel goed gaat werken. Want vooral met dit soort kleurrijke kleuren moet de pigmentatie echt heel goed zijn. Anders ga je het gewoon niet goed zien op de ogen. Dus met dit paletje ga ik vandaag aan de slag. Laten we inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met de primer van mijn oogleden. Daarvoor gebruik ik deze P. Louise Base in de kleur Rumor 01. Ik ga beginnen met deze blauwe matte kleur. Die breng ik aan met mijn Zoeva 231 Bullet Quast. En die breng ik aan zo hier in de binnenste ooghoek in mijn arcadeboog. Wow, super gepigmenteerd. I like it. Daarnaast ga ik deze paarse kleur aanbrengen. En daarnaast als laatste deze roze kleur. Dan pak ik deze platte fluffy kwast van Zoeva 227. En dan ga ik alle drie die kleuren zo uitblenden met dezelfde kleur. Dus ik pak gewoon de blauwe kleur en daarmee ga ik ze ook weer uitblenden. En dan paars en dan roze. Dan pak ik de rode matte kleur. En die kleur ga ik zo aanbrengen in de buitenste ooghoek en dan naar buiten blenden. Dan pak ik weer deze roze matte kleur. En die ga ik dan zo hier nog extra aanbrengen om het weer een beetje roze te maken. Oké, de paarse kleur is echt het minst. Die brengt echt het minst goed aan. De beste kleur is de blauwe kleur. Die is echt super heftig zoals je kunt zien. De twee andere kleuren hier zijn ook prima. Alleen die paarse kleur. Ik weet dat paars is ook een van de moeilijkste kleuren om te maken. Dus het is niet echt heel chockerend dat die niet zo goed werkt. Dan ga ik een halve cut crease maken met mijn e.l.f. concealer in de kleur Medium Sand. En deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Zo, ik heb echt een hele heftige halve cut crease gemaakt. Ik heb hem echt hoger aangebracht dan hoe ik het normaal zou doen. Maar dat vond ik wel mooi met de look van vandaag. Nou gaan we in met de glanzende kleurtjes. Ik ga beginnen met de wit geglanzende kleur hier beneden. Die kleur breng ik aan zo hier in de binnenste ooghoek. Oeh, die is echt super heftig. Er kwam echt in één keer heel veel vanaf. I love it. En dan echt maar een heel klein beetje. Echt, ik blijf echt alleen maar hier zo in die binnenste ooghoek. Dan ga ik in met de gouden glanzende kleur. Die breng ik er zo naast staan in het midden van de cut crease. Oké, die kleur is wat minder heftig dan die kleur van net. En dan als laatste de beetje roodachtige glanzende kleur. En die kleur breng ik dan als laatste zo hier aan.
Dan pak ik weer die rode matte kleur. En die breng ik dan nog als laatste nog een beetje hieraan om het in te blenden met de rode glanzende kleur. Nou jongens, ik zei dat ik voor kleurrijk ging. Dit is echt heel kleurrijk. Nou, dit ging allemaal best wel gewoon prima. De kwaliteit van dit paletje hangt echt af van welke kleur je gebruikt. Het is zo verschillend qua kleur. De ene kleur is echt heel goed en de andere kleur weer slecht. Oké, dan wil ik ook nog een beetje een aparte soort van grafische eyeliner aanbrengen. Daarvoor gebruik ik mijn Messauda Eyes on Fleek Eyeliner Pen. Deze is echt super fijn. Ik heb geen nieuwe, dus ik gebruik even deze. En dan ga ik een wing maken, maar ik ga hem niet inkleuren. Ik maak alleen maar zo de rand. Oké, deze kant ging beter dan deze kant. Maar whatever, we're just gonna deal with it. Ik vind het echt zo super apart en I like it. Ik ga nou verder met mascara. Ik heb een nieuwe mascara van Shop. Shop is een Nederlands make-up merk die is gecreëerd door een Nederlandse beauty influencer. En dit is de mascara van haar collectie. Die heb ik gekregen in PR. Dit paletje heb ik gewoon gekocht, by the way. Dus ik wil deze mascara gaan proberen. Dit is hoe de applicator eruit ziet. Een beetje plat, maar wel dikkig. Oké, ik vind de mascara niet zo fijn. Hij doet echt niks voor mijn wimpers. Het is ook alsof je mijn wimpers niet goed vastpakt. Wanneer ik het aanbreng, komt het meeste product aan het begin van de wimpers. En hij houdt het niet helemaal vol tot aan het einde. Dus ik vind deze mascara helaas niet zo fijn. Als nep wimpers gebruik ik de Foamy TL3 wimpers van Tati Lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Dit zijn ook echt de meest heftige wimpers ever. Deze ooglook is echt all over the place. Super heftig. I love it. I'm totally here for it. Ik ga beginnen aan mijn gezichtsmake-up. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Ik zei in de intro dat de foundation het enige is wat ik al heb gebruikt. Maar ik heb gelogen, want de primer heb ik ook al gebruikt. Want ook dat is weer zo'n soort product die ik eerst vaker wil gebruiken voordat ik echt mijn mening geef. En dat is de Benefit Hydrating Professional Primer. Dit is de kleine versie. Deze heb ik gekregen in PR. Ik vind hem fijner dan de normale Professional. Ik heb hem al een aantal keer gebruikt. Ik gebruik hem net zoals de normale Professional. Niet over mijn hele gezicht, maar echt alleen maar bij de poriën. En ik vind hem fijner, want mijn huid is normaal tot droog. En ik vind echt dat deze echt beter hydrateert. Die andere maakt toch altijd een klein beetje droog. Is ideaal voor mensen met een vettige huid. Maar als je een huid hebt als mij die wat droger is, is deze echt veel fijner. En ik merk ook echt dat die echt hydrateert. Dus dat is echt top. Ik merk het ook nu ik hem aanbreng, merk ik het ook weer. Hij voelt een beetje waterig aan of zo. Je voelt echt dat hij minder droog is dan normaal. Dus ja, I like it. Ik vind hem echt heel fijn. En natuurlijk maakt hij het ook hier zo mooi egaal. En daar hou ik van. Oké, de foundation. Ik heb een nieuwe foundation ontvangen van Clarins. Dit is de Clarins Everlasting Youth Fluid Foundation. Ik heb hem in twee kleuren. De donkere kleur is 113 Chestnut. En de lichtere kleur is 111 Auburn. Ik gebruik op dit moment 111. Want ik ben nou iets lichter. Maar ik mix ze ook af en toe. Want deze is een beetje donker. Dus dan mix ik ze gewoon. Maar voor nu is 111 gewoon prima. Ik ga hem aanbrengen met mijn NYX Cosmetics Quast. De verpakking is klein. Maar je krijgt gewoon 30 ml. Gewoon een normale hoeveelheid. Deze heb ik al een aantal keer gebruikt. Ik heb hem gisteren nog gebruikt. En ik vind hem fijn. Ik vind het echt een fijn product. Het enige wat wel niet is, dat is niet per se iets slechts. Maar dat vind ik gewoon een claim die niet waar is. Er wordt geclaimd dat dit een beetje een everyday foundation is. Dus gewoon voor alle dagen. Heeft niet al te veel dekking. Is niet al te dik. En dat soort dingen. Dat vind ik niet echt waar. Ik vind echt gewoon een medium dekkende foundation. Je ziet hem ook gewoon echt liggen op de huid. Hij is ook gewoon geschikt voor een full glam look, zoals ik vandaag doe. Dus de claim dat je hem niet ziet op de huid en dat hij een beetje zo everyday is, bla bla bla, dat vind ik niet echt waar. Maar voor de rest vind ik hem wel fijn. Hij blijft ook gewoon goed zitten. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Het heeft wel echt een prachtige natural finish. Het is niet heel glanzend, maar absoluut ook niet mat. Het neigt meer naar glanzend dan naar mat. Maar het heeft wel echt een hele mooie natural finish. Het geeft echt een hele mooie glow aan mijn gezicht. Ik heb ze by the way gekregen in PR. Ik heb ze niet gekocht. Dan heb ik ook een nieuwe concealer. Deze heb ik nog niet gebruikt. En deze is echt letterlijk nieuw. Dit is de nieuwe concealer van The Ordinary. Deze is er echt net. Hij was volgens mij net 2 dagen online toen ik hem al gelijk had besteld. Ik heb hem besteld in de kleur... Ik zie gewoon letterlijk niet staan welke kleur dit is. Is het normaal? Er moet... Oh, hier staat het. De kleur 2.0 YG Light Medium. Dit is een concealer kleur met een gele ondertoon. En daar hou ik altijd van. Je krijgt 8 ml. Hij is echt heel erg klein. Kijk, even vergeleken met mijn handen. Handpalm. Hij lijkt heel klein, maar het is gewoon 8 ml. En dat is gewoon een goede hoeveelheid voor een concealer. Dus deze ga ik gebruiken. Er staat op dat dit echt een volledig dekkende concealer is. Dus ik ben benieuwd. Het heeft zo'n applicatortje. Dat vind ik altijd niet zo fijn, want dan moet ik weer helemaal een kwast gebruiken en zo.
Oké, de kleur is een beetje donker, maar ik kan er wel mee werken. Hij voelt een beetje dikkig aan wel. Het heeft een beetje een hele aparte kleur, alsof er ook een beetje groen doorheen zit. Een beetje een olijf ondertoon. Ik vind het niet echt een hele gele ondertoon. Ik zie ook dat hij oxideert. Hij wordt donkerder. Ik had een lichtere kleur moeten doen. Oké, ik heb hem helemaal uitgeblend. Het heeft een beetje een naturel matte finish. Hij blendt echt helemaal top uit. Hij blendt ook helemaal mooi in mijn huid. En dat is echt prachtig. Dat doen niet heel veel concealers. Sommige concealers liggen echt zo dikkig op de huid. En dat is niet zo mooi. Deze blendt echt helemaal fantastisch in de huid. Hij heeft ook echt een volledige dekking. Alleen de kleur is iets te donker voor mij. Het lijkt te veel op mijn echte huidskleur. Dus ik zou hem in een iets lichtere kleur moeten hebben. Let dus op dat de kleur, even kijken, 2.0 YG best wel donker is. En hij oxideerde ook een beetje. Dus hij werd iets donkerder, maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Hij heeft echt een volledige dekking. Hij ligt helemaal niet dik op de huid of zo. Ondanks dat hij wel een beetje dikkig aanvoelt toen ik hem uitblende, blende die gewoon helemaal weg. Ik vind hem fijn. I like it. Dan heb ik ook een nieuwe poeder. Een nieuwe losse poeder van Benecos. Benecos is een volledig natuurlijk merk te koop bij Douglas. Ook een betaalbaar merk. Dat zie je niet heel vaak als een merk 100% natuurlijk is. Dus dat is top. Ik heb al een bronzer van hun en die vind ik heel fijn. Dus ik dacht, ik ga ook de losse poeder gebruiken. En deze heb ik gewoon besteld. Ik heb hem in de kleur Light Sand. Je had drie kleuren. Je had Translucent, Light Sand en nog een donkerdere kleur. Dit is dan hoe de inhoud eruit ziet. Zo'n klein sponsje, maar die gebruik ik nooit. Oké, dit is dan hoe de poeder eruit ziet. De kleur een beetje lichte, gelige kleur. Ik hoop niet dat hij te donker gaat zijn. Dus als hij gaat oxideren, dan is hij echt te donker. Maar we gaan het gewoon aanbrengen. Ik ga ermee baken. Oké, nou ik heb hem er helemaal afgehaald. Ik vind hem iets te geel voor mijn huidskleur. Als ik hem nog een keer zou kopen, dan zou ik gaan voor Translucent. Ik ga even een foto maken met Flits om te zien of hij flashback heeft. Nee, er is geen flashback, dus dat is top. Het ziet er op zich gewoon wel goed uit. Ik weet niet of ik ook vind dat hij mijn gezicht een beetje cakey heeft gemaakt ofzo. Nou ja, ik ga gewoon even verder en dan wacht het af. Ik heb niks nieuws qua contour, dus ik gebruik even mijn Revolution Contour paletje. Deze kleur hier om mijn neus en mijn wangen te contouren. En dan mijn Maximal Fixing Spray om alles in elkaar te laten blenden. Oké, ik ga even stoppen met mijn gezicht en mijn ogen afmaken. Ik ga de drie kleuren die ik hier heb aangebracht ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dus rood, roze en paars. En dan weer die mascara voor de onderste wimpers. Ik heb geen nieuwe bronzer, dus ik gebruik deze Mega Bronzer van Revolution in de kleur 02 Warm. De reden dat ik geen nieuwe bronzer heb, is omdat er gewoon geen nieuwe bronzers waren. Ik heb wel online een beetje gezocht naar, is er iets nieuws qua bronzers? Alleen er was echt helemaal niks, dus vandaar. Dan ook van de shop heb ik dit gezichtspaletje. Dit is een blush en highlighter paletje. En dit zijn dan de kleuren. Je hebt dus hier drie lichte highlighter kleurtjes. En dan hieronder drie blush kleurtjes. Deze blush kleur hier spreekt me echt aan. De kleuren zijn ook best wel donker. Dus ook geschikt voor een donkere huidskleur. Ik vind dit paletje er best wel mooi uitzien. Voor de hoge prijs vind ik de kwaliteit van het paletje niet echt heel luxe, zeg maar. Het is gewoon een beetje zo'n goedkoop karton paletje. Maar we krijgen wel een spiegel en alles ziet er wel gewoon heel mooi uit. Dus ik ben benieuwd. Ik ga gewoon deze kleur hier gebruiken als blush. Die heet Chocca Mocca. I like it. Het is een hele mooie peachy kleur. Ik vind het heel mooi. En dan ga ik ook de highlighters gebruiken. Ik ga deze kleur hier gebruiken. Die heet Diamond. Ik hoop dat hij lekker heftig gaat zijn. Oké, ja, heftig is hij zeker. Oh my god. Hij is ook een beetje glitterig. Er zitten van die glitters doorheen. Dat is wel echt heel heftig. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt, van een glitterige highlighter. Ik vind het wel echt heel mooi. Oh my god. Kijk even dit. Love it. Kijk hoe mooi die glow is. Oeh. En dan ga ik ook nog deze wit geglanzende kleur gebruiken. Die heet Platinum. En die breng ik zo aan hier in de binnenste ooghoek. En ook een heel klein beetje zo onder de wenkbrauw. Ja, ik vind het heel mooi. De blush en de glow vind ik allebei heel erg mooi. Het enige waar ik over klaag is de verpakking. Die had echt wel iets luxer gekund. Oké, dan de lippen. Voor de lippen heb ik een nieuwe lipstick van Anastasia Beverly Hills. En dat is deze Satin Lipstick. Deze kleur is ook echt nieuw. Ik heb de kleur Butterscotch. En ik ben echt heel benieuwd. Het is een hele mooie nude, denk ik. Deze heb ik gewoon gekocht bij Douglas. Kijk ook die
verpakking hoe mooi. Echt zo'n nude verpakking. En dit is dan hoe het eruit ziet. Een hele mooie luxe verpakking. Ziet er echt prachtig uit. De kleur lijkt ook echt heel mooi. Het is een beetje een peachy bruine nude of zo. Ik moet hem wel combineren met een lippotloodje. Anders gaat hij echt veel te licht zijn. Ik ga hem combineren met mijn Nabla lippotloodje in de kleur hashtag 3. Hij ruikt ook echt heerlijk naar chocola. Wauw, de geur is echt heel... De kleur is echt heel mooi. Zien we dit? Het is wel een hele lichte nude. Dus ik moet hem echt combineren met een lippotloodje. Maar hij brengt echt super geweldig aan. Hij voelt echt heel luxe aan. Het heeft een hele mooie satijnen finish. Een beetje een creamy satijnen finish. I love it. Als laatste heb ik ook nog de nieuwe Benefit Professional Setting Spray. Deze heb ik al een aantal keer gebruikt en ik vind hem fijn. Hij maakt je gezicht echt egaal. De mist is echt super zacht en er zit hier ook een beetje poeder in. En dat maakt je gezicht heel mooi mat en heel mooi egaal. Ik vind het echt letterlijk de Professional Primer, maar dan als spray. Ik vind de claims echt waar. Hij maakt mijn gezicht echt iets smoother, iets meer egaal en I love it. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was mijn hele full face met allemaal nieuwe make-up. Wat vinden we ervan? Lekker weer een heftige look. Ik hou altijd van heftige looks, want dan kan ik lekker crea bea bezig zijn. Ik zal nog even snel vertellen wat ik van alles vind. Deze Clarins foundations zijn echt heel erg fijn, maar ik vind het geen naturel foundations. Het is gewoon een normale medium dekking foundation die je gewoon wel ziet liggen op de huid en ideaal voor een full glam. Maar ik vind ze wel heel erg fijn. Dit paletje van Shop vind ik mooi. Ik vind het echt een mooi paletje. De blushes zijn heel mooi. De highlighter is ook echt heel mooi. Wel glitterig, dus let daar wel op. Als je een huid hebt met heel veel structuur, acne, puisten en dat soort dingen, is dit niet ideaal voor jou, want dan gaat het alles echt laten zien. Maar ik vind hem voor de rest mooi. Deze mascara is het enige vandaag wat ik echt slecht vind en echt niet aanraad. Deze lipstick, echt amazing. Als je nog een goede nude lipstick zoekt, deze is echt super fijn. Er zijn nog drie andere kleuren, alle drie nude kleurtjes. I love it. Ik ben echt obsessed. Dit paletje van Sleek, dit oogschaduwpaletje, het is een beetje all over the place, want elke kleur is verschillend. De beste kleur was echt die blauwe kleur. Die was echt top-notch kwaliteit. Heel erg goed. De kleur daarnaast, de paarse kleur, was echt niet zo goede kwaliteit. Bracht echt gewoon niet gepigmenteerd aan. Roze kleur en rood waren allebei gewoon oké. Okay, prima kleurtjes. De glanzende kleurtjes, de witte kleur, was echt super heftig. Super mooi. En de andere twee kleuren brachten weer iets slechter aan. Dus het verschilt echt per kleur. Het is niet allemaal goed of allemaal slecht. Al met al vind ik het een oké paletje. Ik persoonlijk zal wel gewoon iets meer betalen voor bijvoorbeeld het Morphe paletje in samenwerking met Lisa Frank. Dat is een heel kleurrijk paletje en echt super goede kwaliteit. En dit paletje, ja, het is goed en slecht tegelijk. De concealer vind ik echt toppie. Ondanks dat de kleur iets te donker is voor mij, ga ik hem zeker nog wel bestellen in een iets lichtere kleur. Volledige dekking. Hij blendt goed in de huid. Ik vind hem heel mooi liggen op de huid. De Benefit Hydrating Primer vind ik veel beter dan de normale Professional. Tenminste, als je een droge huid hebt. En de Benecos poeder vond ik ook gewoon prima. Het is gewoon een prima poeder. Ik denk niet dat hij heel veel gaat doen als je een hele vettige huid hebt. Dat niet, maar ik heb gewoon een normale tot droge huid. Dus ik hoef niet per se heel mat te zijn. Maar ik vind hem gewoon mooi liggen op de huid. Dus ja, al met al is de video vandaag best wel goed gegaan. Er was maar één ding dat ik echt slecht vond. Voor de rest was alles gewoon een beetje oké. Ja, en dit paletje was voor mij ook een beetje een moi, zeg maar. Nou, laat me weer weten, zoals altijd, beneden in de reacties wat je vond van de video, van de producten, van deze make-up look. Er staat ook een hele lijst beneden in de beschrijving met alles wat ik vandaag heb gebruikt. Dan is het gewoon allemaal makkelijk terug te vinden voor jullie. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!